Goedenavond. Dus hier een fijn voorbeeld van mijn laatste bewerking. Ik ga een stapje zetten naar mijn library. En ik ga eens gaan kijken wat er zoal in mijn library zit. Nou, er zitten heel wat foto's in. Om een idee te geven, in mijn fotodatabase zitten iets van momenteel nog 70.000 foto's. Ik selecteer daarin heel vaak. Ik had er vroeger meer, maar ik heb er heel wat verwijderd. Onder Stijnen zitten zowat al mijn shoots, ook die recent. Bijvoorbeeld die van Melana bijvoorbeeld. Melana is nogal populair, dus waarom niet. Alhoewel. Ik ga een andere pakken. Waar zijn mijn shoots met Albert? Albert Chappel hier. Ik heb al een aantal dagen zin om een bepaalde foto terug te zoeken, omdat ik die vandaag veel beter zou kunnen. Allereerst hebben wij ons overzicht. En in het overzicht ben ik nu op dit moment eigenlijk op zoek naar een portret. Je gaat zien dat ik mijn foto's al heb ingedeeld en sterren heb toegekend. Deze foto bijvoorbeeld heb ik 2 sterren toegekend. En dit beeld spreekt me heel erg sterk aan. 3 sterren, om er 4 van maken. Dit ook al. En dit nog meer. Nou, model is Cindy van Doorn. Er tussen wel wat woorden mee, maar zwart. Het is een goed model. Dat ze van karakter niet altijd even gemakkelijk is, dat zal wel geweten zijn. Goed, ik ga dus een van deze foto's bewerken en ik heb daar mijn redenen voor. Ik ga deze foto nemen en ik ga naar develop mode. Nou, is een preset geladen of wat weet ik niet, maar ik ga hem eerst gaan resetten. Ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik aan auto settings gebeur. Ietsje beter. Toch niet echt helemaal een ding. Dus ik heb hem op standaard laten staan. Ik vind wel dat de schaduwen in het gezicht te fel zijn. Dus ik ga de schaduwen reduceren. De belichting een beetje bespelen. Ja. Zwarten. Die mogen van mij nog iets zwarter worden. De highlights, dat zijn de lichtpunten. Weet dat zijn. We gaan dan naar de huid en de texturen kijken. We kunnen die extreem gaan aanzetten. We kunnen de clarity mode zetten. Maar dat heeft allemaal gevolgen voor de huid. Clarity is iets waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Waar ik meestal wel een klein beetje speel. Moet je wel eens terugbrengen. Dan een aantal elementen die me storen en die ik elders ga bijwerken. Van hieruit ga ik Photoshop. Ik heb het idee van Photoshop. Oké. Zijn we. Ik heb zeker niet de snelste computer. Zo. Dit is Photoshop. Ik gebruik ook een aantal tools. En een van de eerste dingen die ik ga doen is ik ga de foto een stukje scherp. Ik ga inzoomen tot 100%. En ik ga vooral kijken of de scherpte
nog best meevalt, inderdaad. De twee lagen ga ik vervolgens samenvoegen. Dan ga ik terug naar retouching. En nu gaan we in dit geval aan de ogen werken. Ik heb een brush, die brush maak ik wat kleiner. Brush staat op wit en ik ga in mijn ogen verven. Mijn opacity staat maar op 24. Ik ga even omhoog zetten. En dan zie je dat hier een blokje wit wordt. Dat is dus een stukje waarmee we wat kleuren. En voor en na zie je, maar dan zie je ook dat mijn selectie in dit geval te breed is geweest. Dus we gaan even corrigeren. Enkel het oogwit wit maken. En een klein beetje uitzoomen om te zien of het nog natuurlijk is. En dat valt best mee. En ook deze twee layers ga ik samenvoegen. Ik ga terug naar 100%. En nu ga ik naar de ogen. Nogmaals, ik ga de ogen scherper maken. Goed, we gaan dus eerst terug inzoomen naar 100% ongeveer. Voilà. En dan de grootte van de kaars een beetje aanpassen. Tekenen met wit. En we hebben sharpness geselecteerd. En vervolgens gaan we wenkbrauwen extra accentueren. Nou, ik overdrijf een beetje, want 100% is echt wel heel veel. Ook de oogleden zelf. De pil. Nu gaan we wel die scherpte dadelijk een beetje terugbrengen. Want dit is echt wel erover. En we kunnen dat bijvoorbeeld door de capacity verlagen. Dit is zonder scherpte. Maximale scherpte. En hier gaan we evenwicht zoeken. Wat we ook kunnen doen is de capaciteit verminderen. En met zwart bijvoorbeeld erover gaan. De plekjes waar we vinden dat het veel minder mag. De tijd dat we iets omhoog drijven. Dit kan dus ook. Of we kunnen spelen met de combinatie. We moeten een ladderboek in de gaten houden wat dat geeft op volledig scherm. Ik ga ook de bolletjes op de lippen extra accentueren. En je ziet dus ook dat ik de scherpte, ook al is het eigenlijk de ogen bedoeld, ook gebruik voor de lippen. Maar dat betekent wel dat ik het wit aan het werk moet om scherpte te krijgen. Ik kan een beetje aanzetten. Ook heb ik meestal de contouren van de neus extra in de verf zetten. Dit is heel belangrijk omdat zullen we het van de neus goed zo worden weergegeven. Zo. Ook met oren kunnen we zoiets doen. Voilà.
We zijn natuurlijk nog lang niet. We kunnen het oog zwart extra aanzetten. We kunnen de wenkbrauwen wat zwart aanmaken. Wimpers. De moeban. En dan kan je weer het allemaal samenvoelen. Normaal gezien zou ik eerst moeten in uitzoomen hebben om het water te schatten. Maar goed, met wat ervaring. Dan kunnen we het ook wel zo zien. Ik ga terug naar een view van 100% gaan. Zo. We hebben nu ook hier kleuren elementen in de foto die spelen. En ik ga daarvoor extra laag maken. En ik ga gebruik maken van dodge en burn technieken. Dodge wil zeggen dat we nog iets nog lichter gaan maken. Burn dat we nog iets meer donkerder gaan maken. Ik ga deze vlekken nog lichter maken. Alleen de exposure van 100% is hier echt wel veel. Je ziet dat ik de witte vlekken echt nog accentueer. Ik ga ook de bootjes op de lippen extra verlichten. En ik ga ook de lichteffectjes op de lippen de reflecties in de pupil ga ik ook allemaal gaan bijwerken. Er zijn erbij die bijvoorbeeld storend zijn zoals hier, dan kan ik die juist gaan verminderen. Ik noem dit bijvoorbeeld dodge. En eens kijken of er nog andere lichaamsdelen zijn die we gaan verlichten of verdonkeren. Eerst is het niet. Oh ja, hier aan de haren. Dat moet te snel zijn. Ook hier aan de haren. Ga ik wat extra aanzetten. Ik heb effecten die Michael Mouferit, de haarstylist en Mua, extra te accentueren. De kleding is trouwens een prachtige koejurk van Albert Chapelle. Zo. Ik heb tegelijk ook hier de witte delen in het blauw extra accentueren. Dus dit zou ik meestal mijn haren niet doen, maar hier komt het wel nu naar voren. Vervolgens voeg ik deze twee lagen weer samen. Maak ik weer een nieuwe layer aan. Maar deze noem ik nu burn. Met deze laser layer ga ik gebruik maken van een burn brush. En daarmee ga ik onder andere de H-partij hier extra aanzetten, maar ook veel minder als wat oorspronkelijk voorzien is. Ik ga dus de donkere delen die in de foto zijn en die ik donkere wil hebben, denk ik wel bij, nog wat extra aanzetten. Ook in de haarpartij kan het wel. Ja, mijn meubel is niet zo stabiel. En dan gaan we ook eens naar de koeieren kijken. Want hier hebben we natuurlijk ook zwart in zitten. En dat mag van ons best ook wat extra geaccentueerd zijn. Hier hebben we zwarte partijen, lichtjes, extra zwart maken.
Nu ga ik de nevel al weg doen, want die stoort nou lichtjes. Ik had trouwens ook de witte partijen daar net nog wat extra wit kunnen aanzetten. Dat gaan we ook even doen. Je naam is puur om mezelf wat makkelijker te maken. Ik ga de witte stukken pakken en het wit nog witter maken. Ongelooflijk mooi, de jurk. De schaduwpartij wat ophelderen. Maar omdat ik meer in volderen wil hebben, opdrukken buin doen. Dat noemen ga ik even laten. We gaan eens even kijken naar het lichaam, of we daar partijen donkerder in willen maken of lichter. Heel vaak willen we bijvoorbeeld in de schouderpartijen, maar dat is nu niet echt het geval. Alleen hebben we hier wel weer redelijk veel schaduw. En daarom ga ik hier toch een beetje en bijwerken, alleen ik zit in de midtones. Dat gaan we dus aan doen, want ik moet de schaduw bijwerken. Zoals je ziet, hier zou ik de schaduw ook kunnen bijwerken. Ik zeg wel kunnen, maar dat ga ik bewust niet doen. Enkel alleen de kinnen doen, omdat schaduw een foto ook kan versterken. Alleen hier zijn de schaduwen verschillen, nou ja, storend. Ik was er absoluut niet tevreden die dag van de belichting. Mijn assistent wou absoluut niet meer meewerken, van alle focus van zichzelf hebben. En dan krijg je dit soort dingen. Maar ja. C'est la vie, zeggen we dan. We zitten hier dus met duidelijke kleurverschillen. En die gaan we proberen weg te werken. Dat ga ik op een andere manier doen. Ik ga gebruik maken van het kloongereedschap en dan kan onder andere de huid van de bodem kopiëren. Kijk eens. Oh, voorzichtig zijn.
Datzelfde gereedschap kunnen we ook gebruiken om de huid te bewerken. Met al pikken we plekjes die kort in de muren zijn. En zo werken we ergens de wandjes weg. We kunnen alle moedervlekjes wegwerken. Maar er is een tendens om dat minder en minder te doen. Dus ik werk persoonlijk andere elementen weg. Zoals krassen, strepen. En de moedervlekjes die ga ik meer en meer laten zijn. Alleen, ik reduceer ze meestal wel. Dat ze minder prominent aanwezig zijn. Handen aan. Ik maak op dit moment geen gebruik van frequency separation, nog niet. Daarbij wordt structuur en kleur gescheiden. Maar voor dit soort operaties vind ik dat persoonlijk meestal overkill. Maar we gebruiken het wel ook om bijvoorbeeld de tafel op te schonen. En dan zien we dat op de tafel ook een paar poltjes zijn gevallen met de lippen. Maar die niet echt bijdragen tot het beeld. Net zoals we de huid hebben gedaan, doen we de tafel. We maken het alleen te clean. Dat valt heel veel mensen doen. Goed materiaal blijven. Ook op de kleding, want we hadden hier wat spikkeltjes opgemerkt. Je kan heel makkelijk zwart, hoe scherper je zwart maakt, hoe meer je ziet. Alles hier, wat je met blote ogen normaal was het ziet. En dat geeft dan deze vlek effectjes. Vlekjes, en die werkt ook weg. We gaan ook eens naar de muur kijken. En daarvoor ga ik even uitzoomen. En dan zien we dat er in ons beeld toch een aantal dingen zijn die storend zijn. Eentje daarvan bijvoorbeeld, vind ik persoonlijk, en die blauwe lijn aan de muur hier. Ik denk dat het blauw niet matcht in dit gele. Outfit, ook blauw in zit. Boven is krom, ook hier nog wat vlekjes. Nou, dit kan je laten staan. Persoonlijk verkies ik in dit geval om het wat minder focus te geven. Dus maak het weg. En dan zien we dat die een aantal elementen hebben. En ja, persoonlijk vind ik dit in dit geval zeer storend. Dus ik ga het een achtergrond wegwerken. Voilà. As simple as that. Rode vlekjes nog. Ook hier hebben we dat element daar
laten we staan. Maar alle andere storende elementen halen we weg. En ja, voegt het dat aan de foto toe, voegt het niet toe, daar kan je over reden twisten. In dit geval laat ik het liever staan. Ik wil de omgeving ook al zo authentiek mogelijk houden. Zo. Ja, een heel stukje beter. En dan gaan we alles nog een keertje samenvoegen. Nu met deze software heb ik heel wat extra mogelijkheden en eentje die ik ook heel graag toepas daarvoor is Emphasis Effects. En die heeft onder andere effecten op structuren, maar ook op de huid. Structuren worden daarvoor vaak nog een beetje aangezet. En dat accentueert ook heel vaak en met iets donkere tinten. Ik ga de selectie wel wat kleiner maken. En dan ga ik laten zien wat perfect met of zonder is. Je ziet dat bepaalde dingen echt wel meer naar voren komen. En dan zien we dat we daarnet in het gezicht wel een aantal dingen vergeten zijn. En daar gaan we ook iets aan doen. Oh. We hebben de huid niet afgewerkt. Dus we gaan die tweede layer met de huid verder afwerken. Eerst het kastje hier. De lekje is hier wat ongelukkig. En deze neklijnen kunnen we ook op deze manier wegwerken. Omdat we lijnen kopiëren die vlakbij liggen, komt het heel naturel over. En piercings, dat is leuk als ze er zijn. En als ze weg zijn. Dan geeft dat minder fraai. Rest in het gezicht wegwerken. En rimpels, ja. Ik ben met alle nog eens gevoelig. Onder andere bij deze dame. Nu is het zo dat we volledig kunnen wegwerken. Maar met de capacity kunnen we het terug een beetje terugschroeven als we dat wensen. Het voordeel daarvan is dat we de huidstructuur er terug door kunnen. Vervolgens ga ik een huidfilter erop loslaten. In Beautify zitten er een stuk of 6, 7 en elke week anders.
dit geval ga ik even een plastic skin gebruiken. Ja, ik heb niet de snelste machine, maar ze is al sinds een stukje sneller als mijn Mac van 2012. Hier een aantal layers, ook hier gaan we met de witte borstel tekenen. En ja, we starten met percentage van 33. Maar hier gaan we wel veel meer inzoomen. Ook iets meer van een 100. En we gaan op onze laag gaan marschen. Nu omdat we maar 33% gebruiken. Gaat het effect van de filter nog sterk meevallen. Maar je ziet hier wel wat verschil. Ik kan dat verhogen door mijn opacity sterk te verhogen. Alleen, nu ga ik al een klein beetje zorgvuldiger met de brush om. Ik wil toch wel wat detail behouden. En tenslotte kunnen we de volle weg gaan. Dat is echt zeggen van alle registers open. Dit maken we nu echt wak. Dat gebruik ik enkel op mijn laatste, maar het absoluut kan. Zo. Nu, heel vaak stoppen fotografen hier en dat is een grote fout. Want ook de rest van de huid moet gebeuren. Maar hier gaan we dus terug naar een lager niveau gaan. En ik vermijd van de plaatsen te komen waar veel structuur zal moeten zitten. Ik zie maar een paar puntjes die me niet bevallen. Die werk ik op de basislaag nog even weg. Zo. Voilà. Ik zorg vooral dat ik de gewrichten zo weinig mogelijk raak. We willen geen latte. Te vlakke huid. Nu ga ik mijn brush al wat vergroten, want anders zijn we veel te lang bezig, zeker. Voor deze doeleinden, normaal gezien, gaan we hier wel wat zorgvuldiger te werk. Maar voor een demonstratie. Kan het best ook zo. Ik blijf ook van de randen af, bewust om zoveel mogelijk scherpte te behouden.
Je hebt maar één keer mijn capacity. Full zetten. En dan gaan we nog wat kleine. Dingen bijschaven. Niet overal. Dan krijg je een zeer vlak en een geil effect. Een plastieke huid. En dat willen we toch eigenlijk wel vermijden. Wat probleemgebieden aanpakken. Heeft elke vrouw trouwens. Ook elke man. Elk levend wezen. Niemand is zo mooi als dat de Photoshop ons altijd wil laten komen. Nu besteed ik wat extra aandacht aan gezien we dat gekleurd hebben. En tot slot nog het gezicht. Ik dacht dat we dat al gedaan hadden, maar zeker spelen. Nadien pak ik alles nog samen. En dan doe ik meestal nog een correctierondetje. Verkleinen. Ja, wil niet. En dat komt omdat er dus iets op mijn scherm zit. En niet op de huid. Zie je, dat puntje. Vervelend. Dat is wel belangrijk voor ons, want dan hoeveel moeten we wel weten. En nou, we wisten eens een keertje uitzoomen. Het is al een heel ander beeld dat we hebben. Bij onze toning nog werken. Zelf ben ik iemand die altijd met veel contrast werkt. En dat betekent dat ik mijn contrast meestal op increase contrast of stroom zet. Zo. Die voeg ik samen. En eerlijk gezegd, ik vind het nogal weinig. Dus we gooien er nog een laagje bovenop. Custom. Dan kan je me spelen. Nu doe je een beetje te. Dit is wel het effect wat ik wil hebben. Zo. Nu zouden we met dit beeld kunnen klaar zijn. Of we kunnen nog gebruik maken van andere filters. En ik maak bijvoorbeeld heel veel gebruik van Onvan. In Photoshop. Nu heel vaak ga ik dan zelf toch nog eens mijn tuning opnieuw doen. Omdat ik die eigenlijk op fotobasis wil. Alleen. Ik kan ze lichter zetten. Ik kan hem donkerder zetten. Of lineair. In dit geval zou ik zelfs zeggen, ik blijf eventjes af. En ik laat hem zijn zoals iets. Goed. Logo. Please embedded. Mijn logo staat er standaard op. Over zwart of gaan we voor wit? Hier gaat wit het beste uitkomen, denk ik. Een zwart is neutraler. Ja, zo laten staan. Dat moeten we niet doen. Dit is één mogelijkheid, maar zoals je ziet is dat wel
blijft loskomend. Strook. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn van een logo. Maar ik denk op basis van wat we gezien hebben dat het gewoon beter is van te zeggen van we pakken de witte. Deze komt inderdaad veel mooier uit. Plaats je logo ook zodat ik dat kijker een weg volgt in de foto. En in dit geval is dat deze weg. We kunnen daar nog een schaduwken of zo opzetten indien we dat willen. Je blending weer. We kunnen daar een emboss opzetten bijvoorbeeld. Lichtjes omhoog. Dit is dan wat we willen. Zo, we kunnen dat logo ook nog iets softer maken. Minder prominent aanwezig is. Voegen we ook weer toe. We slaan op. En vervolgens komt onze foto terug in Lightroom. Daar gaan we zeggen file, export. Ik ga die op een locatie zetten, in dit geval noem ik die bijvoorbeeld Albert Chapelle. Die ik moet aanmaken eerst. Oh, ik sta al. Vreemd, zie je nog toch niet. Een verkeerde locatie aangemaakt, dat doe ik als we zelfs wel op. Voilà. Doe een klik, select folder. Met watermark, zonder watermark, export. En dan gaan we nog eventjes naar de verkenner. Dan zien we onze verkenner niet. Ja, daar is hij. Nog een scherm extra. Daar. Maar. Zo. En dan gaan we kijken naar onze temp directory. Albert Chapelle met watermark. Dit is onze foto. Ook weer op een scherm tevoorschijn komt. Zo. Dit is hem dan. De foto afgewerkt. Ja, je doet er toch altijd nog eens goed aan om te gaan kijken dat er daar eens geen foutjes in de foto zitten. Inzoomen. Bijvoorbeeld die imperfecties in de huid vind ik hier bijvoorbeeld best wel leuk. Hier onder het oog misschien dat ik nog wat correcties zou willen gaan doen. Maar het beeld mag ook zeker niet te perfect.